zijn flink aan elkaar aan het trekken en duwen en rollen. Rollen vooral. Vooral rollen. Ja. Het ene ballet is heel verhalend, waardoor ja, een automatisch soort van verhaal wordt verteld. Dus bij ons stuk is het nu de expression, ja. De expressie. En de dramatiek is heel belangrijk. Dan zie je de individuen, dus de bepaalde rollen, gespeeld door ieder een ander personage en karakter. Andere keer gaat het nou juist om enorme, bijzondere sprongen en pirouetten. Ja. Als je naar een ballet kijkt met allemaal mooie jurkjes, dan gaat het meer om de... zijn ze gelijk? Het gehele plaatje. Dan kan je wel kijken naar, oh, dat meisje ziet er wel mooi uit. Ze danst wel mooi, maar uiteindelijk danst zij met 5 anderen. En springt ze wel op dezelfde... Ziet het er allemaal wel dansant en gelijk uit. Ja. Dus je kijkt iedere keer weer anders naar een ballet, denk ik. Ja.